Dat ik enige sympathie heb voor het belasten van privévliegtuigen, dat zal niet onopgemerkt gebleven zijn. Maar het gaat om het tweede deel van die motie. En dat gaat over belasten van overstappers. Ook het belasten van overstappers, dat lijkt me heel logisch in principe. Want die betalen nu geen belasting, terwijl als je opstapt op Schiphol je wel betaalt. Echter, Schiphol zou dan zouden wij het enige land zijn dat overstappers belast. En er is niet helemaal overeenstemming tussen de verschillende experts wat dat zou betekenen voor het hele netwerk van Schiphol en het hele netwerk van KLM. Want ja, waarom zou Air France KLM dan nog op Schiphol blijven vliegen en niet de overstap in Parijs laten plaatsvinden? Dat is dan wat er gebeurt en dan ben je netwerk kwijt. Heeft de heer Bontman analyse of inschatting gemaakt welke bestemmingen verdwijnen en of dat voor hem een prijs waard is om inderdaad het vliegverkeer, daarmee de overlast te verminderen en allerlei andere te doen? Of komen we daar over een jaar of twee achter wanneer dit is ingevoerd? Ik heb me bij deze ook gebaseerd op het rapport wat CA Delft daarover heeft gemaakt. En die komen tot een inschatting, en ik heb het hier bij me. Ze schrijven: op het totaal aantal passagiers op de Nederlandse luchthaven zijn de effecten duidelijk kleiner, tussen de 3% en 7% voor het lage tarief en 9% en 13% bij het hoge tarief. Dat gaat op het totaal. Nou, er is natuurlijk in Nederland ook afgesproken om het totale plafond naar beneden te brengen. Dus dit is in die zin daar dan een fiscale maatregel voor om dat naar dat aantal te krijgen. Ik ga ook zeggen, ik zit er niet keihard aan vast. Mijn voorkeur heeft altijd de Europese route. Dus als wij dit beter Europees kunnen regelen, dan zal het klimaateffect ook groter zijn. Dus mijn voorkeur ligt altijd bij een Europese route. Maar ik zeg ook dat er al heel lang over gesproken wordt. En ik het ook goed vind als Nederland hier flink druk op gaat zetten. En ik weet ook dat op het moment dat ik deze dekking niet heb, zal ik op zoek moeten naar een andere dekking. De point van mijn motie is vooral om ook de energiebelasting voor huishoudens naar beneden te krijgen. Dus er zit bij mij ook wel ruimte om die motie qua dekking nog anders in te vullen. Tot slot. Okay, voorzitter, dat waardeer ik. Want over twee van de drie punten zijn we het hier denk ik snel eens. Dat zijn die privévliegtuigen en de energiebelasting voor huishoudens iets minder laten stijgen. Want dat stijgt hard en een stuk van die stijging wordt ongedaan gemaakt hierdoor. Maar op het derde stelt het me wel enigszins gerust, maar nog niet helemaal. Want ik wil gewoon eerst een inschatting hebben van wat doet dat met de luchthaven Schiphol. Waar inderdaad minder gevlogen mag worden en zo. Maar vinden we dit verstandig of niet? Dus ik neem aan dat we eerst wachten om te weten wat het ongeveer doet voordat we hiermee doorgaan. Dus een impactanalyse op laten maken. Want als dit in één keer 100 bestemmingen minder is en alle vliegtuigen gaan via Frankrijk, dat niet helemaal de bedoeling is van de heer Bontebal. Ja, en over dat laatste, dat is natuurlijk wel weer ingewikkeld. U zei net zelf ook al dat je vraagt verschillende experts en je zult ook verschillende impactanalyses krijgen. En CA Delft heeft er natuurlijk naar gekeken en komt tot deze impact. Waarbij ik daar ook nog wel aan wil toevoegen. We hebben veel debatten hier over stikstof en allerlei andere luchtverontreinigende stoffen. En in datzelfde onderzoek staat dat soort emissies 6% tot 11% dalen. En ook dat de geluidsbelasting een stuk lager wordt. Dus er zitten meer effecten dan alleen klimaat aan. Dus dat is voor mij ook wel een reden om hier goed naar te kijken. Ja. Maar zoals net gezegd, de Europese route, het samen met andere lidstaten doen, zal altijd mijn voorkeur hebben. Maar dan wil ik wel perspectief erop hebben dat dit snel gaat gebeuren. Niet dat we het weer in de tijd zetten voor de komende 5 jaar. Dank u wel, meneer Bontebal.